Het is 1 maart. De lente is begonnen en de nieuwe avondshow-rubrieken schieten weer als krokers uit de grond. Het is tijd voor... Avondshow zendtijd voor commerciële partijen. Ja. Ja. Zendtijd voor commerciële partijen, waarin we kijken naar de commerciële activiteiten van politieke partijen. En we gaan ze allemaal af, van rechts naar links. Dus vandaag beginnen we bij Forum voor Democratie. Kijk, politiek gezien is het geen grote partij, maar in commercieel opzicht timmeren ze lekker aan de weg. We kijken naar een echte reclame en misschien herken je de stem. Eerlijk eten, de beste producten, vers van het land. Elke week de lekkerste gerechten van voedingsdeskundigen en chef-koks. Omzeil de supermarkt, steun de boeren en krijg de beste prijs. Ja. Dit was Thierry Baudet, de baas van Forum voor Democratie, die maaltijdboxen verkoopt. Een soort Hello, niet zo fresh. Om te snappen hoe het zover heeft kunnen komen, moeten we eerst even in de geschiedenis van Forum voor Democratie duiken. En dan komen we natuurlijk ook weer terecht bij de oprichter Thierry Baudet. En het klinkt misschien gek, maar het is niet zo dat hij al zijn hele leven ervan droomt om politicus of maaltijdboxbezorger te worden. Want volgens zijn biografie wilde hij het allerliefst concertpianist worden. Nou, dat is niet gelukt. Toen wilde hij wetenschapper worden, dat is ook niet gelukt. Toen ging hij boeken schrijven met prikkelende titels als Oikofobie. En niet te vergeten de roman Van Elk Waarheen Bevrijd. Onder taalkundigen woedt nog altijd een heftige discussie over de volgorde waarin die woorden dan wel hadden moeten staan. En met boeken verdiende hij destijds niet heel veel. Maar toen gaf Elsevier hoofdredacteur Arendo Joustra hem hetzelfde advies dat hij ook al eens aan Pim Fortuyn had gegeven. Ga niet naar de radioshow van Rutte Wild. Hij adviseerde Baudet om net als Fortuyn de politiek in te gaan. Want dan krijg je een smak geld, je bent je eigen baas en je krijgt een podium bij alle kranten, omroepen en universiteiten. Nou, rond die tijd is hij campagne gaan voeren tegen het EU-associatieverdrag met Oekraïne. Ze huurden een mooi busje, zo te zien van een onderhoudsbedrijf, dit blijf je volgens mij zien, BV. En die campagne werd een groot succes. Ja, de taart staat hier al vrolijk te spuiten. Die is natuurlijk voor Thierry Baudet, want wat was het spannend gisteren. Uiteindelijk bleek het Oekraïne-referendum geldig met een opkomst van 32%. De ruime meerderheid is tegen het verdrag. Thierry, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, je moet vooral, denk ik, de Nederlanders feliciteren, want we hebben het met z'n allen gedaan. Oh, 2016, wat een jaar. De vaste tafelgasten zijn inmiddels allemaal of minister van Justitie of door de Rijksrecherche van hun bed gelicht. Vanaf dat moment was Baudet opeens beroemd en had hij een grote conservatieve aanhang. Maar één probleem, hij had nog steeds geen inkomen. Of zoals hij in die tijd aan zijn toekomstige ex-compagnon Henk Otte appte: kan ik de eerste helft van mijn fee krijgen? Ik ben blut en moet verdomme weer 2600 euro belasting betalen. En dus besloot hij om het advies van Joustra op te volgen en zijn populariteit te verzilveren. Hij ging de politiek in. Maar daar had hij wel geld voor nodig en daarvoor kreeg hij hulp van zijn vrienden van Poont. Om dat te bewerkstelligen heeft hij geld nodig. 100.000 euro om precies te zijn. En dus is hij een crowdfundactie gestart. Een nieuwe minister-presidentskandidaat lanceren. Een nieuwe minister-presidentskandidaat. En, ja. en wie is dat? Dat ben ik. Dat ben ik. Geef geld. Nou, dat geld kreeg hij en toen wist Baudet, holy shit, die rechtsconservatieve anti-establishment achterban van mij, die geven hun geld niet alleen heel graag aan meneer Chardonnay, maar ook aan mij. Dus zo is Forum voor Democratie ontstaan. Die partij die is dus geboren uit geldnood. Maar de vraag is natuurlijk, kun je het ook echt een commerciële partij noemen? Nou, laten we even naar de commerciële kant van Forum kijken. Ze hebben een webshop. Daar kun je mokken, sjaaltjes, mutsen en boeken kopen. Maar goed, dat hebben andere partijen ook. Hè. Zelfs de SGP heeft er eentje. Daar kun je vrolijke christelijke sokken kopen. En, en ook deze super woke LHBT plus regenboogpotloodjes. Lekker bezig, SGP! Hey. Maar, ja. Ja. Maar goed, kijk, het is dus niet zo gek dat Forum ook een fanshop heeft. Maar Forum is wel wat commerciëler ingesteld dan Kees van der Staaij met zijn queerpotloden. Want Forum heeft een truc om heel veel geld te vragen voor boeken. Kijk, het nieuwste boek van Baudet, de Gideonsbende. Het gaat waarschijnlijk over de wc op het partijkantoor, denk ik. Ik weet niet, maar... Die kost bijvoorbeeld 21,95. Nou, is al lekker, maar als je 100 euro neerlegt, dan krijg je er een persoonlijke boodschap bij. Dus voor 78 euro extra zet Baudet er ook nog bij: hey Kevin, veel plezier ermee, sucker!
En natuurlijk, Lilian Marijnissen verkoopt ook boeken in een webshop, maar die vraagt niet 80 euro extra voor een gesigneerd exemplaar. Ook omdat niemand dat zou willen betalen. Maar toch, maar toch. Nou, wat ook heel veel geld oplevert, dat is ledenwerving. Dat doet ook elke partij. Maar bij Forum gaat het echt bedrijfsmatig, als een soort sportschool. Tot 31 december organiseert Forum voor Democratie een hele bijzondere actie. Member get member. Oftewel, lid maak een ander lid lid. Maar een ander lid is toch al lid? Lid? Nou ja, maakt niet uit. Elk lid betaalt 25 euro, maar als je ook nog iemand anders lid maakte, dan kreeg je de helft korting en dat nieuwe lid ook. Dus die betalen allebei maar de helft. Nou, wat heeft Forum daar dan aan? Nou, elke politieke partij krijgt ook nog subsidie van het Rijk. En hoe meer leden, hoe meer subsidie. Dus dat betekent, leg het zelf maar even uit. Hoe meer leden wij hebben, hoe meer subsidie we krijgen, hoe meer campagne we kunnen voeren. Maar hoe minder er ook overblijft voor de andere partij. En dan hebben we uiteindelijk al het geld van de wereld. En dankzij die slimme werving is Forum inmiddels de grootste ledenpartij van Nederland. Met bijna 60.000 leden. En die betalen dus allemaal lidmaatschapsgeld. Maar ze leverden vorig jaar ook 1,7 miljoen euro aan subsidie op. En dat tikt ook weer lekker aan. Maar Forum heeft nog een truc om geld te verdienen. Cursussen. FVD biedt namelijk cursussen voor raadsleden aan. Of nou ja, aanbieden. Het is wel iets minder vrijblijvend. Elk nieuw FVD-raadslid moet verplicht bij de partij 4 cursussen van 500 euro per stuk volgen. Die worden betaald door de gemeente van het raadslid. En alleen al die 4 verplichte cursussen leveren Forum voor Democratie ruim een ton op. Oké, okay, nou, cursussysteem waarmee geld van de gemeente naar de landelijke partij wordt gesluist. Dat is al heel wat minder onschuldig dan wat vrolijke sokken in een webshop. Maar eigenlijk is dit pas het begin. Want het wordt nog een stukje schimmiger. Want tot nu toe hebben we het alleen gehad over de partij Forum voor Democratie. Maar een aantal bestuursleden, waaronder Baudet, heeft ook nog de Forum voor Democratie BV opgericht. Dat is een bedrijfsvariant van de politieke partij dus. Dat is een soort BVDA. Een beetje gek en zelfs binnen de partij was niet iedereen daarvan op de hoogte. Daar weet ik niks van. Dus daar vind ik ook helemaal niks van. Ik weet niet eens wat een BV heet. Wat moet hij met een BV? Ja, goede vraag. Heel goede vraag, Theo. Nou, de webshop van Forum die staat bijvoorbeeld op naam van die BV. Dus als jij naar die site gaat en je denkt, ach, ik bestel zo'n Forum-trui, want ik hoef geen vriendin. En dan steun ik de partij nog een beetje. Dan steun je dus alleen de Forum BV, wat iets anders is dan de partij. Maar het wordt nog ingewikkelder, want de boeken van Baudet worden tegenwoordig namelijk uitgegeven door uitgeverij Amsterdam Books. Die uitgeverij was eerst van Forum voor Democratie BV, maar een journalist heeft ontdekt dat Forum op 1 januari 2022 die handelsnaam Amsterdam Books heeft ingetrokken en direct daarna werd Amsterdam Books opnieuw geregistreerd, maar nu door het bedrijf Amsterdam Media Group. En dat is weer een BV van Thierry Baudet, Gideon van Meijeren en Freek Jansen. Hier zijn ze! Nee, dat zou echt heel crazy zijn. Nee. Oké, okay, dus die uitgeverij die is opgezet met publiek geld van een politieke partij, maar door een handig trucje gaat de winst nu naar een commercieel bedrijf dat eigendom is van de leiders van diezelfde partij. En we zijn er nog niet, want ze hebben bij Forum nog een BV. Eerlijk eten. Van die maaltijdpakketten dus. En ook daarvan is vrijwel de hele partij top bestuurder en aandeelhouder. What the fuck? Ik snap wel dat Forum een wit voetje wil halen bij de boeren, maar dan hoef je toch niet zelf hun producten te gaan verkopen? Als Geert Wilders opkomt voor buschauffeurs, dan begint hij toch ook niet zijn eigen streekvervoer? Maar van A naar B met bussen van Geert. Toet toet. Maar voor Baudet is business politiek en politiek is business. En dus gebruikt hij de sociale media-accounts van de partij om zijn commerciële boeken te promoten. En hij heeft natuurlijk ook nog het partijkanaal op YouTube. Daarom heb ik dus ik heb heel hard gewerkt. Afgelopen heb ik een boek geschreven, dat heet De Gideons Bende. En ik zal het even aan jullie voorlezen. Waar hou je al die tijd vandaan om boeken te schrijven? Ja, terechte vraag. Nou, om te beginnen, door niet naar zijn werk te gaan. Want officieel is Baudet nog altijd Kamerlid, maar hij is daar bijna nooit. In het afgelopen jaar, dus in heel 2022, heeft hij maar 17 keer het woord gevoerd in een debat in de Tweede Kamer. Even ter vergelijking, Atje Kuiken van de PvdA heeft dat 218 keer gedaan. Maar wat hij wel heeft gedaan, elk van die 17 keren een YouTube-filmpje maken. Met een clickbait-titel. Kijk, haren geannexeerd. Wat?
Klinkt alsof ze iemand gingen scalperen, maar dit ging over de fusie tussen de gemeente Groningen en Haren. Of deze, coronabedrog. Baudet overweldigt kartel tijdens evaluatie coronabeleid. En precies dat willen de mensen horen. Of ze worden boos, ook prima. Het is allemaal aandacht voor de partij en dus voor de boeken en de mokken en de maaltijdboxen. Bij Forum is de politieke partij het uithangbord van het commerciële bedrijf. En op zichzelf is het niet illegaal dat een paar slimme ondernemers heel veel geld verdienen naast hun werk in de Tweede Kamer. Maar om te voorkomen dat die dingen te veel door elkaar gaan lopen, moeten Kamerleden bepaalde neveninkomsten melden bij de Tweede Kamer. Maar daar heeft Forum ook een oplossing voor. Ik denk dat dat kwalijk is. Ik denk dat Kamerleden dat niet moeten doen. Waar ze naartoe op reis gaan, met wie ze afspreken. Het is natuurlijk een glijdende schaal. Hè? Dat is duidelijk. Het is een glijdende schaal waarin ons leven en ons werk steeds verder wordt ingekapseld. Ja. Hij is heel principieel tegen de regel dat hij moet zeggen hoeveel hij verdient. Dus dat doet hij ook niet. Heel nobel. Hè? En daarom is hij voor straf ook al een keer geschorst. Toen mocht hij een week niet naar Kamerdebatten komen. Was trouwens tijdens een reces en hij gaat toch al nooit naar debatten. Dus het was niet een heel erge straf. Ik bedoel, beetje zoals mijn stadionverbod bij Manchester United. Ik ben er nog steeds woedend over, maar het heeft heel weinig invloed op mijn dagelijks leven, zeg maar. Oké, nou, Forum voor Democratie is dus geen politieke partij, maar een commerciële partij. Bij normale partijen wordt er geld verzameld om ideeën te verspreiden. Maar bij Forum worden ideeën verspreid om geld te verzamelen. Dus, als je dit ziet... Hij krijgt de orders van Bill Gates, hij krijgt de orders van Klaus Schwab. Ja, of dit. Rioolratten ontmaskerd. Of dit. I hope Russia will win. I think it's fantastic that someone like Putin exists. Ja, dan hoef je dus echt niet te denken, oh, wat verschrikkelijk of oh, wat geweldig. Nee, denk dan gewoon, oh, wat een irritante reclame voor een commercieel bedrijf. En dit was Zendtijd voor commerciële partijen. Volgende week, let op. Volgende week de ChristenUnie. Wat klopt er van het gerucht dat de opbrengst van de Mirjam Bikker-vormige geurkaarsen rechtstreeks naar de manege van haar broer gaat? Geen idee. Tot zover! Avondshow Zendtijd voor commerciële partijen. Rozen verwelken, scooters gaan hard. Kijk de uitzending terug op NPO Start. Buiten. Prachtig. Sowieso alles van Gorter. Prachtig.